Dit weekend waren het de Nationale Archeologiedagen. Bij de aanleg van de Rotterdamse baan worden veel vondsten gedaan. Vandaar dat wethouder Joris Wijsmuller een virtuele rondleiding kreeg bij het trefpunt Rotterdamse baan. Hier zitten heel veel mensen met heel veel kennis, deskundigheid. We hebben een fantastische dienst archeologie en er zitten echt kanjes die allemaal heel veel weten van het verleden. Dus die kunnen aan een stuk hout kunnen ze heel veel aflezen. Dat is ontzettend leuk. En nou, wat heel mooi is, is dat vandaag op de Nationale Dagen voor de Archeologie, dat er allemaal bezoekers komen die daar zich in gaan verdiepen. Maar die ook zelf dingen meenemen, die zelf dingen maken. Ook kinderen die hier dingen maken. Dus het is een fantastische dag. Hier zo is Delft. Ja. En dit is de A13. Hier sta je dan rechtsaf. Als dit aangehaald de Rotterdamse baan is een plan wat al heel lang de gemeente bezighoudt. Het is een plan wat eigenlijk begonnen is in 1999. En we leven nu 2016 en nu wordt het eindelijk ook echt uitgevoerd. Het is een verbinding van de stad met de snelwegen. Het plan van de tunnel is vastgelegd. En op basis daarvan hebben wij gekeken wat er in de ondergrond zat. En daar hebben we ook onderzoek kunnen doen vooruitlopend op de aanleg van de tunnel. 2012 is de nieuwste wet van kracht geworden. En daarin staat dat er nergens gebouwd mag worden voordat er eerst gekeken wordt of er wel iets in die grond zit. Dit is aardewerk uit de opgraving Rotterdamse Baan. Het middeleeuwse aardewerk, kookpotten uit de 14e, 15e eeuw, drinkkannen uit de 13e en 14e eeuw. Dus nog ouder. Er worden ook vreemde objecten gevonden. 'S Nachts kun je natuurlijk voor de veiligheid het vuur niet aanlaten, je haard. Dan kun je hem afdekken en dan met zoiets dergelijks, zo'n vuurklok. Daar zitten een aantal gaten in, waardoor er een klein beetje zuurstof bij komt. Zodat het blijft smeulen. En de volgende dag haal je hem eraf, die vuurklok. En dan rakel je het vuur weer op. Nou, is je hart weer aan. Net met kinderen gekleid, inderdaad oude dieren gekleid. Ik heb zelf, ze vroegen aan mij de kinderen of ik een krokodil wilde kleien. Dus ik heb een krokodil gekleid en hij heet Joop. Trefpunt Rotterdamse Baan is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 6.